Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En in deze video gaan we de 2022 board range van Fanatic uitleggen. Net zoals wat we met de zeilen hebben gedaan, beginnen we weer bij het freeride. De Gecko. Dit board is geschikt voor de mensen die of net een eerste les hebben gehad en een board aan willen schaffen. Of lekker rustig bij het freeride over het meer willen cruisen. Daar is de Gecko echt het meest geschikt voor. Ben jij je wil iets meer gas geven, iets harder kunnen gaan, dan komen we uit bij de Blast. Iets meer een board wat het gat tussen freeride en freerace opvult. Je wil gewoon lekker relaxed varen, maar wel een beetje gas kunnen geven. Dan is Blast de board voor jou. Wil jij de snelste zijn van het meer, maar niet zoveel willen werken als een echt slalomboard, dan komen we uit bij de Jack. Het is eigenlijk een echt puur freerace board. Hij is snel, maar je hoeft niet zoveel inspanning te leveren, zoals bijvoorbeeld de Falcon. Falcon, eigenlijk het laatste board uit de range als we naar snelheid gaan. Dit heeft alles om races te winnen, World Cups te winnen. Pierre, World Champion, ik 2x4 in de wereld. Het board heeft zich bewezen. We zijn er zeker van overtuigd dat deze boards de snelste, beste grijpen, actueren, noem maar op. Als je dat allemaal wil, of GPS, snelle tijden neerzetten, dan is Falcon het board voor jou. De Falcon komt eigenlijk in drie verschillende soorten. We hebben gewoon de Falcon in de mate 90 tot met 140, wat slalom is. Dan hebben we de Falcon Speed, echt kleine mate georiënteerd op speedsurfen. En we hebben de Falcon Lightwind. Falcon Lightwind, 91 centimeter breed, mocht het echt niet waaien. Ja, dan is dit, zijn dit soort boards, kan je gewoon met 8-9 knopen gewoon nog lekker slaan of varen. Dat is eigenlijk de range wat betreft vinnen. Natuurlijk hebben we tegenwoordig ook de foil. In de foil hebben we twee verschillende opties. We hebben de Stingray. De Stingray is eigenlijk het board wat de meeste gemiddelde mensen zullen gebruiken om te foilen. Lekker heen en weer cruisen, je kan prima snelheid maken. Je hebt de HRS version. Die is vooral geschikt om te leren foilen. Je hebt de LTD versie en daar kan je eigenlijk nooit, ben je nooit goed genoeg voor. Wil je het snelste zijn op de foil, zoals de Falcon is met de Vin, hebben we ook de Falcon Foil. Komt dit jaar in twee verschillende maten, 91 en 81. En daarop kan je eigenlijk je beste snelheden behalen of helemaal van bovenaan onder je meer verkennen. En dat is eigenlijk de hele board range die we hier hebben liggen. We lopen heel even terug naar de freeride, want we hebben ook nog de andere kant op de board. We hebben bijvoorbeeld de skate. De skate is het freestyle board. Wil jij tricks doen en dergelijke, is de skate het board voor jou. We hebben de freewave, is eigenlijk vooral het bump en jump board. Werkt ook prima in de golven, maar vaar je op het IJsselmeer of ergens waar het hard waait, een beetje golven. Freewave is het board voor jou. En vaar je echt alleen maar op de Noordzee, dan is eigenlijk de grip het meest geschikte board. En daarbij zijn we eigenlijk door de hele range gegaan.